Zo. En nou maar hopen dat de techniek me niet in de steek laat. Dat lijkt me toch wel heel erg fijn, want ik heb een zeer interessante, echt een hele interessante gast. Dat is Michael Moussa. Hier ook weer is. Dat had ik even anders ingeschat. Dan ga ik hier maar even draaien. Ik dacht, ik rijd even een rondje. Michael Moussa, die komt met de trein uit Zwolle. En dan gaan we eens even een poosje babbelen. Michael Moussa. Een van mijn beste oud-leerlingen. Kijken hier. Het is knap druk bij het station. Fietsers, auto's, onzekere fietsers. Ja, daar kan die. Daar staat hij, Michael Moussa. Michael. Dag Piet. Welkom. Hallo. In mijn nederig autootje. Goedemiddag. Hey. Hoi. Alles goed? Ja hoor. Ja? Met jou ook? Ja, goed. Mooi zo. Je hebt een vruchtbare schooldag achter de rug. Jazeker. Ik heb universiteit of hbo, weet ik het, wat je tegenwoordig doet. Ja, inderdaad, hbo. Ja? Social work. Op het Winnersheim. En ik heb net een tentamen gehad. Dus, ja? Ja. Goed gegaan? Ja, is heel goed. Goed voorbereid? Goed voorbereid. Dus, ja. Hey, Winnersheim, en wat studeer je? Social work. Dat is eigenlijk oude SPH, MED en pedagogiek samen. Ja, ja. 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 Interessant. Ja, zeker. En dan is je de klussen die je in de toekomst gaat doen? Ja, lastig. Ik vind wel heel veel doelgroepen interessant, zeg maar, mee samen te werken. Ja. Maar op dit moment ben ik dus heel veel in contact met jongeren, zeg maar, door middel van mijn stage. Ja. Dus ja, we gaan het beleven eigenlijk. Door middel van een stage ga ik een beetje uitzoeken wat echt bij me past, denk ik. Ja, ja. 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 Nou, social worker, ik had het altijd al gedacht, want als ik er één sociaal bezig vond in de gymzaal, dan was jij dat altijd al. Jij paaste de bal gewoon naar een meisje of een jongen die een beetje bewegingsarm was en dat vond je geen enkel probleem. En dat vond ik altijd wel heel erg mooi om te zien. Hè? Ja, iedereen erbij betrekken, hè? Ja. Terwijl je zelf toch eigenlijk wel tegen de topsport hebt aangeroken. Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, klopt. Ja. En dat zag er echt goed uit. En bijna lukte dat ook, maar ja. Helaas. Helaas, ja. Ja. Dat heeft wel een impact gehad daarop, ja. Ja. Zeker. Jammer. Ja, klopt. Mooie tijd gehad, ondanks dat. Ja, nee, god, wat is het? Even kijken, zo'n 10 jaar heb ik gevoetbald bij DVS, ja? Ja. Ja, dat was geweldig gedaan, ja. Absoluut. Ja. Zeker in de jeugd dan. Ja. 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 Ik vond in de jeugd ook voetbal altijd het leukste. Wel, hè? Ja, goed. Dan kom je bij de senioren. Henny in het Hof, dacht ik. Ja, klopt. Hè? Die heeft jou toch gedurfd op te stellen. Ja. En vertel daar eens verder wat over. Ja, met wie speelde je onder andere? Toen ik even kijk vanuit de A1 doorging naar het eerste, was dat inderdaad met jongens als Roelof de Groot, Milan van der Maten, Jorg van Sant. Nee, Jorg ging naar Groningen toe. Ja. Dat was nog wel met Mauricio Sleuring. En van, ja, met z'n vier inderdaad. En toen dus, mochten onder Henny eigenlijk best wel veel spelen. Eigenlijk iedereen wel, zeg maar, ja. Van jeugdige jongens. Ja. En toen heb ik ook mijn debuut mogen maken uit bij Montfort. Dat kan ik me nog herinneren. Ja, maakte je ook gelijk een doelpunt? Ja, dat klopt, ja. Ja, dat was een bijzondere dag. Ja. Eerste doelpunt was van Ali El Haddadi. Klopt. Ik zie het toch zelf op. Ja. Ja. En daarna Yasin Koert met een poeier van een afstandje van zo'n 50 meter of zo. Dat was, ja. Dat was een van de eerste wedstrijden in de hoofdklasse. Dat was de eerste hoofdklasse. Ja, speelden we een beetje in de Westregio, zeg maar. Ja, hè? Ja. 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 En dat was gelijk ook een belangrijke overwinning. Ja, klopt. Ja, en ja. Daarna is DVS eigenlijk alleen maar beter gegaan. Ja, dat was wel een beetje zo'n overlapseizoen, zeg maar, om zo maar te zeggen. Ja. Het jaar daarna werden we kampioen met Jan Veldhuizen. Ja. 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 En
ben je geïnteresseerd in meerdere sporten, Michael? Ja, eerlijk gezegd ben ik bijna in alle sporten waar een bal in voorkomt eigenlijk, ja, ben ik wel geïnteresseerd in, ja. Ja. Dat merk ik dus nu ook, zeg maar, met de filmpjes die ik maak. Natuurlijk staat voetbal daar wel in centraal. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld handbal vind ik echt interessant. Ik vind tennis een hele leuke sport. Ja. Ja, ik zie hier nog zo basketbal ook. Hè? Ja, dat ging wel redelijk. Ja, dat heel mooi. Ja, prachtig. Ja, ja, gewoon ja, inderdaad alle balsporten. Ja. Hey, vanwaar die interesse in die filmpjes met een lekker stukje muziek eronder? Wel leuk. Ja, nou ja, ik was eigenlijk altijd wel, ook gewoon toen ik voetbalde, vond ik het altijd, vooral toen ik jonger was, keek ik echt naar profvoetballers op, zeg maar. Ja. En dan vond ik het altijd wel leuk om die compilatiefilmpjes te bekijken, van ja, waar ze de accenten nou legden in hun spel, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment, toen ik dus was gestopt, toen was ik iets meer bezig met de samenvattingen van DVS onder andere. Dat ik het gewoon wel leuk vond om nou te kijken van, hé, wat gaat er nou in een bepaalde spelsituatie nou goed of fout, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan eigenlijk die filmpjes ook gewoon downloaden. En misschien kan ik ook wel een reeks aan fragmenten van één specifieke speler gewoon aan elkaar koppelen, zeg maar. En dat dan vastleggen, zeg maar. Ja. En ja, zodoende begon het eigenlijk een beetje te rollen. En had ik het als eerst van Lars Verwetering gedaan. En toen waren er meerdere reacties van jongens. Die zeiden van, nou, wil je dat ook voor mij doen? En ja, zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen eigenlijk. Ja. Dus, en ik vind het hartstikke leuk om te doen. Nog steeds. Ja. Dus, ja, leuk. Ja. En, maar ook niet geïnteresseerd in camerawerk of journalistiek toestand of zo? Nee. Ik vind dit is een mooie bijkomstigheid. Lekker laagdrempelig. Ja. En sport staat daarin voor mij gewoon centraal. Ja. Is nog steeds een uitlaatklep wat dat betreft. Ja. En ja, ik merk wel dat ik wel steeds iets meer de neiging heb of de drang om meer sporters te bereiken. Dus eigenlijk vanuit verschillende hoeken. Ja. En dat ontwikkelt zich ook, zeg maar, gewoon stukje bij stukje, zeg maar. Ja. Ja. Volg je meerdere clubs of volg je met name DVS nog? DVS staat daarin wel centraal, maar ik volg wel eigenlijk heel veel amateurclubs, vooral in de tweede divisie wel. Ja? Ja. Ja. In de tweede divisie? Ik vind het wel, ja, niet dat ik echt naar de wedstrijden toe ga, hoor. Ja? Maar de samenvattingen en je hebt het voetbal 247 platform waar heel veel nieuws op verschijnt. Ja. En dat vind ik allemaal wel leuk om te volgen. Ja. 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 Dat volg je, maar daar doe je niks in qua filmen of zo. Nee, dat niet. Nee. Okay. Nee. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 24. Ja. 24 nog maar. Potverdorie. Ja, Je denkt nooit meer eens aan weer terug op het veld. Of durf je dat niet? Jawel. Nou, het was nu ook niet vanwege mijn fysieke ongemakken dat ik echt ben gestopt. Ik was op een gegeven moment wel eigenlijk een beetje het plezier kwijtgeraakt. Ja. Tuurlijk hadden blessures daar ook wel mee te maken. Ja. Maar ja. Waarom plezier kwijt? Plezier kwijt, waarom? Nou ja, ik zat natuurlijk een aantal jaren in de A-selectie. Ja. Maar mijn echte doorbraak naar het eerste kwam er niet echt. Ook op een gegeven moment omdat ik denk ik wel in mijn ontwikkeling een beetje stagneerde, zeg maar. Ja. Maar ik had wel ergens het gevoel dat ik nog wel steeds in me had. Maar ik denk ook wel, het was ook wel logisch, op een gegeven moment kwamen er heel veel jongens van buiten af. En gewoon kwalitatief hele goede spelers. Ja. Dus de concurrentie werd natuurlijk gewoon steeds groter. Ja. Maar ja, ik kreeg niet meer echt het gevoel dat ik echt een kans kreeg om het te laten zien. Ja. En misschien heb ik die wel gekregen, maar heb ik die ook niet gewoon aangegrepen. Dat is nog niet echt voor mezelf helemaal duidelijk, maar ja, ik heb het wel gewoon geaccepteerd zoals het is gegaan. Ja. Dus, maar nooit het idee van, ik ga er toch nog een keer voor. Nee. 24, ja. Nog donders, jongen. Ja, ik heb het er wel vaak over met vrienden van, die zeggen, ga daar ergens anders proberen of zo. Ja. Maar dat voel ik niet echt. Maar ik hoor Joost en mijzelf ook nog lullen met elkaar, weet je wel. Toen speelde jij onder andere tegen het lerarenteam, weet je wel, van, oh ja, ja. Moussa, die moeten we in de gaten houden. Jee, dat is een talent. Die gozer, die kan de poepie van me. Ja, dat was altijd leuk, ja, tegen de leraar te spelen. Ja, dat was mooi. Dat was leuk. Ja. Ja. En toen dolde je echt de verdediging op. Echt. Daar heb ik van genoten, want ik was coach bij de leraren natuurlijk. Ja. Maar, ja. Ja, ik vind het altijd toch jammer. Ja, ik ook wel, hoor. Ja.
Heb je nog leuke anekdotes van vroeger of van van je moeder? Heb je nooit het idee gehad om nog weer eens naar Sudan te gaan? Of ben je toevallig wel geweest? Nee, ik ben nog niet geweest. Nee? Maar dat is wel een droom. Dat is wel iets wat ik graag wil doen, ja. Ja? En dan vooral gewoon met een steentje bijdragen in de ontwikkelingshulp. Ja. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja, ik denk dat er is niks moois dan andere mensen helpen, denk ik. En ja. dat is denk ik wel wat redelijk natuurlijk bij mijn persoon ligt, zeg maar. Ja. Een ander helpen. Dus het is voor mij geen drempel om dat te doen. Ik vind het wel een hele mooie uitdaging ook, zeg maar. Ja. Dus, dat lijkt me inderdaad ook heel erg mooi. Ja. Ja. En ben je dan ook. Hoe is nu de situatie daar in Sudan, Zuid-Sudan? Nog steeds niet lekker? Stabiel is dat is het, zeg maar, niet. Het is ja, voor Afrikaanse begrippen is, zeg maar, een land met een grote historie in burgeroorlog, is het oké te noemen op dit moment, denk ik. Ja. Maar stabiel, nee. De mensen onderling, die maken het elkaar gewoon zo lastig. Ja. En dat is gewoon jammer. De onwetendheid, wat ze elkaar echt een beetje aandoen, zeg maar. Ja, vervelend. Ja. Dat is het zeker. Ja, ja die normen die zijn niet helemaal doorgedrongen, zeg maar. Van wat is nou fijn leven? Of waar ligt de grens van geweld? Wat is geweld? Mm-hmm. Precies. Ja, inderdaad. Dus dat is, het is erg zonde om het zo maar even te zeggen. Ja. Ja. Heb jij hier in Nederland wel eens geweld meegemaakt? Of mensen die tegen jou iets vervelends wilden doen of zo? Nee. Nee? Nee, eigenlijk niet. Ook nooit je gemengd in de Zwarte Pieten discussie of weet ik. Nee, de Zwarte Pieten discussie heb ik ook redelijk afstand van genomen altijd. Want ik hou niet zo van discussies waarin mensen veel schreeuwen, maar ook niet echt naar elkaar luisteren. Dat is het gevoel wat het bij mij, zeg maar, een beetje opwekt. En ik kan daar niet heel veel mee, eerlijk gezegd. Ja. Voor mij is het gewoon belangrijk, luister naar elkaar, naar waar de pijnpunten liggen, zeg maar. Ja. En dan zou je dat met z'n allen gewoon prima kunnen oplossen, denk ik. Ja. Maar tot heden is dat nog steeds niet echt het geval. Je gaat een gouden toekomst tegemoet, jongen, met je baan. Want ik hoor het al wel. Ik hoop het. Als ik jou zo hoor lullen over luisteren, het gesprek aangaan, respect hebben voor elkaar. Ja, dat is belangrijk. Nou, dat is dondertje belangrijk. Ja. 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 Nou, dat is in de loop van de tijd, dat vind ik, en daar kan ik ook niet tegen, Michael. Nee. Dat is zo veranderd, echt. Ja, het ligt helaas een beetje buiten ons macht, hè, wat dat betreft. Dus, maar we kunnen er wel veel aan doen. Ja, begin bij jezelf, zou ik zo zeggen. Hè? Verandering begint. Dat doe jij ook. Ja. Het is gewoon zo. Gewoon zo eens een mooi ritje, hè, zo. Ja, zeker. De buitengebieden. Ja. Beetje drie landen. Ja. Hé, maar hoeveel dagen per week zit je daar op school? Dat varieert nog wel eens. Afgelopen periode was het van 4 dagen in de week. Ja. Ja, 4 dagen in de week. En vanaf de komende periode 3, dan is het weer 3 dagen per week. Dan heb ik nog steeds 1 dag stage, zeg maar. Ja. En een dagje voor mezelf, dus dat kan ik invullen met bijvoorbeeld mijn bijbaantje. Ja. Zelfstudie. Ja. 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 Moet je zelf veel ophoesten qua kosten? Of, het is wel inderdaad veel zelf. Wat dat betreft veel zelf betalen, ja, klopt. Ja. Maar ja. Hey, hoe is mijn moeders? Ja, mijn moeders gaat wel goed. Ik zie je natuurlijk wel eens regelmatig. Ja, ja, gaat wel prima eigenlijk. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Mooi. Ja, DVS TV, dat is natuurlijk al een heel mooi item. Zo, ja. Ik heb het wel eens even met je erover gehad van, we zitten als groep behoorlijk vol, iedereen heeft zo zijn taak. Ja. Maar het gaat wel leuk, vind je? Ik vind het zeker tof hoe het eruit ziet tegenwoordig, echt heel mooi. Ja. En ook met de Instagram pagina erbij, hartstikke tof. Ja. Ja. Ik vond het zo mooi dat voetbalflitsen.nl, dat hij zo die vergelijking maakte met dat doelpunt van Barry Powell met Johan Cruijff. Ja, super vet. Mooi was dat, hè? Echt heel leuk. Ja. Er zaten afgelopen zaterdag een paar doelpunten bij. Ja, zo, van Sofia Moro. Die Moro, dat is ook een
voetballer, hoor. Ja, dat, ik zat live te kijken, zeg maar, op het scherm. Ja. Nou, zo. Ja, die kan aan een balletje raken, ja. Ja. Ja, ja, daar kan ik er ook echt van genieten. Ja. Ja, ja, dat is echt heerlijk. Ja. Ja. We zijn er alweer bijna, jongen. Ja, inderdaad. We hebben altijd zo'n beetje tussen de 20 en de 25 minuten. Ja. He? Gezellig ritje zo, hoor. Ja, ja. Prima. Dan gaan we zo de spulletjes even naar Maarten brengen. Je heeft aardig wat te monteren, ja. Maarten Zwijnenburg, ja. Ja. Want, we hebben ook al van de DVS TV groep. Dus die moet hier eerst denk ik monteren. Ja. En dan gaan we dit gesprek doen. En dat loopt als vanzelf, hè? Ja, precies. Zeker. Zo hoort een gesprek te zijn. Ja, toch? Luisteren. Luisteren. Praten. Ja. Contact maken. Ja, heel belangrijk. Ja, ja, zo is dat. Ja. En over sport, dan raak je gewoon niet uitgeluld. Nooit. Nee? Nooit. Frenkie de Jong. Oh god, dat is ook een lekker jongen. Hele goede stap. Ja, ik denk dat het een goede stap is. Sommige mensen zijn nog wel sceptisch dat het misschien te vroeg is. Maar... het zit daar een kop op ook, hè? Ja. Dat is toch ongelooflijk. Zo heerlijk. Geweldig voetballer. Ja. Ja, absoluut. En een goed mens, denk ik. Ja, ja. Ja, zeker. Ja, dat ben jij ook. Dank u wel. Dat, u ook, hè? Bedankt. Oké. Okay. En studeer. Ja, komt helemaal goed. Ik hoop je nog vaak te zien. In elkaar zeker wel. Ja? Komt goed. Oké. Okay. Doeg. Fijne dag, hè. Doei, tokie. Zo. Doei. Doei. Michael Moussa. Dat was hem. Michael. Ja, toch. Ja, frappant figuur. Jammer. 24 jaar. Er is een talent verloren gegaan. Maar goed. Hij kiest voor zichzelf. Voor de zaal. Voor de mensen. En dat is goed.